Ben je op zoek naar Ultimate Team Coins? Check dan www.justfifacoins.nl aan de link in de beschrijving. Gebruik de code LUCKY, alle letters en hoofdletters, voor 5% korting op je coins. Yo mensen, Lucky Gravelin met vandaag de derde aflevering van Row to Le Bleu. En natuurlijk kopen we, we kopen in ieder geval als eerste deze aflevering meteen Kabul. Kabul natuurlijk ook lekker een strong linkje met Joris. Maar ja, ook gewoon een prima centrale verdediger, heel sterk en al die shit. En uiteindelijk komen we tegen een full goal team eigenlijk. En ja, hij heeft eigenlijk Oxlade-Chamberlain en daar is eigenlijk alles wel mee gezegd. Want die trekt hier een sprint en maakt 1-0. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. En ja, weet je wat er bij mij gebeurde? Bij mij, ik miste alles, jongen, tegen hem. Dat was niet normaal, jongen. Hier deze kans met McDonald. Maar de keeper pakte Maxi. Maar echt, het sloeg alles toen hier weer die McDonald. Die ging samen met die Ruffles of zo. Ja, die kwam door. Het was een goede aanval op zich. En dan legde hij hem zo heel droog breed. En dan Icardi voor een lege goal mist. What the fuck. Maar ja, na deze eerste verlies-nederlaag-wedstrijd ding, was het natuurlijk wel extra belangrijk om de volgende wedstrijd te winnen. En die wedstrijd erop, toen moest het dus wel gebeuren, want we stonden nog steeds maar op 6 punten in divisie 10. We hebben nu een record van, volgens mij, 8-0-2 of zo, of 9-0-2, weet ik het. In ieder geval twee keer verloren, allebei ook nog in divisie. Dus dat was wel jammer, maar de volgende wedstrijd speelden we tegen Vucinic en Jovetic. En voor de rest gewoon een net zo slecht team als ik. Dus ik had wel het voordeel van het team en ook al gauw kwam hier Sissoko, mijn linksback, die opeens in de spits stond. Want ja, dat kan. Ik bedoel, het is FIFA. En trouwens, in het echt zou dat ook wel kunnen. Maar uiteindelijk wordt het die 1-1. En ja, dat vind ik wat zo raar. Als ik deze wedstrijd terug zit te kijken natuurlijk. Want je neemt ze op, je kijkt ze terug. En dan zie ik van, what the fuck, ik kom op 1-1. Terwijl dat deze gast fucking slecht is. En uiteindelijk slacht ik hem compleet af. Ik merk dat ik nu wel gewoon verraad wat er gaat gebeuren in deze wedstrijd. Ik ga hem namelijk gewoon compleet afslachten. En aangezien jullie nu toch al weten wat er gaat gebeuren, kunnen jullie misschien, ja, gewoon rustig meekijken. Maar ondertussen heb ik even iets belangrijks te vragen. Want wanneer zijn de vakanties ongeveer in delen van Nederland? Ik weet zelf namelijk dat ik volgens mij over 4 weken pas officieel vakantie heb. Maar eigenlijk over 2,5 weken is mijn laatste toetsweek afgelopen. Dus daar heb ik al vakantie. Want op het einde heb je dan alleen nog maar een rapport ophalen en boeken terugbrengen in de laatste week. Dan noem ik al gewoon vakantie. Want dan hoef je in ieder geval niet meer naar school. Maar wanneer is dat dan in Midden- en Noord-Nederland? Want dat gaat allemaal apart van elkaar. En dat is overigens ook de reden dat ik nou de laatste tijd of de laatste week zo weinig upload. En de komende week waarschijnlijk ook nog, komende anderhalve week. Ik heb namelijk mijn laatste toetsweek en dat is toch altijd wel even belangrijker dan dit. Dus plus het WK is, dus dat is ook nog elke avond alweer 3 uur die wegvalt omdat ik WK-wedstrijden wil kijken. Dus dan weten jullie dat vast even. Voor de rest win ik deze wedstrijd en dan weet ik dus al dat ik gepromoveerd ben. Maar dan... valt mijn Elgato uit en is het foul corrupt en is dit het enige wat ik nog over had voor die wedstrijd. Maar zoals jullie zagen had ik wel de titel gewonnen en dat betekent dat ik spelers kan gaan kopen. En dan halen we als allereerste speler niemand minder dan Bia Biani. Je betaalt 1200 munten voor 96 snelheid en de rest kut stats. Dan hadden we verder nog Remy gekocht, dat betaalde dan 1100 munten voor 91 snelheid. Hij had al 1 wedstrijd gespeeld, daarom is hij ook nog te scoren. Maar ja, die wedstrijd was dus niet opgenomen. En dan als laatste speler voor 900 coins op CRM hebben we Valbuena. Deze man heeft 84 snelheid. De conclusie is dus eigenlijk dat ik een team heb met fucking veel pace. En dan zou ik eigenlijk niet meer mogen klagen over pace, BPL teams. Maar ik denk dat ik het nu toch ga doen, want wat een pace team. Maar ja, misschien kennen jullie wel clown Bassie van Bassie en Adriaan. En wat zei hij altijd? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. En dat ging ook goed. Ik weet niet waarom ik deze vergelijking maak met FIFA. Maar in ieder geval, het ging wel goed. Want hier was het 1-0. En hier wordt het zelfs alweer 2-0 door die Valbuena in zijn allereerste wedstrijd. En deze wedstrijd ging sowieso best wel prima. Alleen hier, ja, dacht Joris de bal nog te kunnen hebben. Maar helaas kom je net tekort. En dan wordt het kopduel daar gewonnen door Remy aan zijn kant. Ja, dan wordt het 2-1. Maar dan gaat Mounir gewoon rustig, heel low, rustig. Heel rustig lopen vanaf de aftrap. En die loopt iedereen voorbij. En maakt dan 3-1. En dan denk ik van ja, het is toch best wel saai eigenlijk. Ik maak mezelf weer onnodig lastig eigenlijk als het helemaal niet hoeft. Want hier komt hij via Sturridge en een prachtige uithaal met zijn weak foot op 3-2. Maar het was uiteindelijk allemaal niet nodig. Al dat gezeur van mij. Want hier kom ik dan op 4-2 via niemand anders dan Diaby. Die de bal ja, eigenlijk heel makkelijk in kan schieten. Uiteindelijk wordt het zelfs nog 5-2 via Mounir.
En dan denk je van, what the fuck, ik stond 2-1, 2-1 voor, 3-2 voor. Ik maak het mezelf allemaal lastig. En uiteindelijk win ik met een heel simpel met 5-2. Maar dat is zeker niet de eerste keer dat jullie dit hebben gezien. En ook zeker nog niet de laatste keer. Dat kan ik jullie wel vast verzekeren. Maar wat ik jullie wel kan zeggen, of waar ik wel zeker van weet dat het zo is, is dat we naar onze eerste 3 punten gaan in divisie 9 natuurlijk. Een goed begin van deze divisie dus. Nou ja, als je goed begint, dan wil je dat natuurlijk ook doorzetten. Althans, dat wil ik. En dat gaan we dan ook proberen. We spelen tegen een half Bundesliga team met fucking Elm, random daar op CM. En de rest is volgens mij allemaal Duits of en dan Bundesliga en dan Podolski. En Podolski is ook de man van de voorzet. En Kiesling kan hem hier dan tussen 3 man door inkoppen voor de 1-0. En dan denk ik, maar godverdomme. Maar gelukkig uiteindelijk komt hier wel Remy. En die laat ze gewoon vrij doorlopen. Maar hij had echt, het leek wel of hij die Ochoa van Mexico, die keeper. Ik weet niet of je het uitspreekt als Ochoa, maar volgens mij wel zoiets. Of hij die op goal had staan. Want zijn keeper, die pakte werkelijk alles. Dat was echt ziek, die Adler. Op het begin wat voor redding hij maakte, eigenlijk ook bij de 1-0. Maar dan wordt het uiteindelijk 2-1. En hier komt dan Remy via Biani. Via Biani. En dan uiteindelijk weer die keeper. Maar dan wordt het wel 2-2. En ja, even het bewijs, die keeper. Hij pakt echt alles. Hij had 2 schoten, 2 op doel, 2 goals. Ik had 9 schoten, 6 op doel, 2 goals. Maar dan is daar Remy. Ja, en die zorgt heel casual voor de 3-2. En Mounir zelfs voor de 4-2. En ik zei het net al. Ik heb al heel vaak dat ik maar net voor sta. En uiteindelijk de wedstrijd echt heel easy win. En zo is dat hier eigenlijk ook niet anders. Want hier wordt het 5-2 zelfs nog via Mounir. En ja, dan ben ik weer simpel. En zelfs uiteindelijk wordt het 7-2. En dan denk je, waarom laat je die laatste 2 doelpunten dan niet zien? Nou, heel simpel. Hij maakte 2 eigen doelpunten met Adler. En dat vond ik echt sneu. Want die Adler had fucking goed gekiept deze wedstrijd. Want het had ook makkelijk 12-2 kunnen zijn als het niet aan Adler had gelegen. Maar voor nu is wel deze aflevering afgelopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet natuurlijk even like te geven. En bedankt voor het kijken.